elk zichzelf respecterend gezin heeft een koekenkast. Dat is dus een kast voor de koeken. En daar moeten dus heel lekkere koeken in zitten. En dat is een beetje het probleem bij de koekenkast. Want hoe lekkerder de koeken, hoe sneller die op zijn. En dan is de kast leeg en is het geen koekenkast meer. Maar gewoon een kast. Ik ben Lucas Lely, dit is Standaard Koekhandel. Ik sta hier bij William Boeva. William, merci om hier te zijn. Dankjewel dat ik erbij mocht zijn. In mijn favoriete rayon. Ik snap het, ik voel me hier ook wel thuis. Volledig, echt, het is thuiskomen. Ik wou je iets vragen. Zit jij een koekenfan? Absoluut. Ja. Dus zie je ook. Ik weet niet, zou kunnen. Koeken in sauzen. Die zijn verdeeld, ja. Dat is wat we hier zien. Een passie van mij, ja. Ik snap het volledig. Ik was aan het denken, ik moest toch maar eens denken aan de 3-seconden-regel. Ik weet niet of je daar al van gehoord hebt, de 3-seconden-regel. Dus als je iets laat vallen, dat je 3 seconden hebt om dat op te rapen. Ja, anders is het niet meer oké, of sociaal niet aanvaard. Of ja, ik weet niet. Gebacteriseerd. Houd je aan de 3-seconden-regel? Nee, omdat ik buk heel traag. Okay. Dus ik heb er de 7-seconden-regel van. Het doet 7 seconden voor het op te rapen. Oké, ja, de 7-seconden-regel. Klinkt ook iets intellectueler, vind ik. De 7-seconden-regel, ja. Dat is toch zo wat. Dat lijkt alsof het iets meer wetenschappelijk onderbouwd is. Ja, oké, dat kan ik wel snappen, ja. 7 is een soort magisch getal. Ja. Maar eigenlijk zijn we nu gewoon de tijd die het duurt om hem op te rapen voor het woord regel aan te zetten. Eigenlijk. Eigenlijk is dat de juiste definitie. Dus iedereen heeft zijn eigen regel. Ja. En ook kijken waar je natuurlijk het laat vallen. Ja. Als je natuurlijk echt 4 minuten erover doet om het op te rapen, wordt het misschien wat moeilijker. Hangt ervan af. Als er nog niemand op getrapt heeft... Ik heb wel al toch wel een paar uur regel ook wel al... Is echt? Ja. Ja. Als je thuis zo... Bij je eigen thuis? Ja, oké. Ça va dan. Ja, maar het is altijd zo... Like de vraag, ook als er iets ligt, buiten bijvoorbeeld, maar het papiertje zit er nog rond. Je kan toch niet veel missen dan? Nee, dat is waar. Dat klopt, ja. William, jij hebt een koek gekozen. Ja, dat klopt. We gaan zo dadelijk ontdekken welke koek. Maar eerst is het een beetje van... Nee, geen reclame. Ah. Dat is, zo werkt het hier niet. Maar mensen mogen altijd reclame. Geld geeft het aan ons. Oké, weet je, het is een spreekwoord vandaag. Een koekje van eigen deeg. Met dezelfde wapens bestreden worden. Dat is een bekend spreekwoord. Ik ken het al waarschijnlijk. Een koekje van eigen deeg. Zo sluipt koek in onze taal. Ja. Oké. Okay. Mooi. Klaar voor de koek die je gekozen hebt. Ik ben in spanning. Ik weet het allemaal. Zeg maar. De margrietjes van de koolruit. De margrietjes van de koolruit. Oké. Okay. Wel, toevallig in deze generische koekhandel staan ze. Eens kijken waar ik ze, waar ze staan. Hier. Voilà, zie. Voilà. Margrietjes. Margriet, dat is het eigenlijk. Ja, Marguerite. Ja, ik ga eerlijk zijn, je vroeg mij om op voorhand door te geven welke koek mijn favoriet is. En ik wist dat het ongeveer zo noemde, maar ik heb wel moeten googlen hoe dat geschreven werd. Het ziet er heel klassiek uit. Het is eigenlijk bij je koffie zou vinden. Het ziet er een vuile casual koek uit. Ja. Ik weet het. Maar het is geen casual koek. Nee. Want, ten eerste de textuur. Ja. Het ziet eruit, hè. Je hebt het gevoel van, zo wat donkere chocolade. Ja, zeker. Ik ben niet zo'n donkere chocolade fan ook, maar ik wil niet jou... Ah, wel, maar je gaat dat niet zo hard proeven. Nee. En er zit een soort geheim aspect bij. Er zit een extra smaak bij waarvan je gaat denken... Wat is deze? Okay. En ik ben benieuwd wat je daarvan ben ook, kan vinden. De verpakking is complete chaos. Hè? Dus het is gedumpt. Het is dat heeft voor- en nadelen. Mm-hmm. Vind ik. Omdat de verpakking is effectief. Ze zitten allemaal door elkaar. Ja. Er zijn geen onderverdelingen. Er is niks apart afgesloten. Dus vanaf dat je het open doet, moet je ze meteen opeten. Blijf gegaan. Ja, maar om jezelf te sussen, hebben ze er ook voor gezorgd dat je ziet niet direct hoeveel dat je hebt gegeten. Je weet niet hoeveel dat erin zit. Dat is ook een gevaar, man. Ja, normaal, de lege verpakking is een beetje een signaal van pas op, je zit hier al, dat is hier niet, dus je blijft gewoon gaan. Ja, en op een bepaald moment is het leeg en dan... Het is ook best dat je ze een klein beetje schuin zet, dat ze zo aan naar beneden rollen, dan kunnen echt blijven grabbelen. Dan zitten ze klaar. Ja, ja. Oké. Het is eigenlijk... Ik heb het u al gezegd, het is mijn eerste koek. Is echt? Dus, ik heb dat nooit gegeten. Ik heb dat nog nooit gegeten, dus ik ga nu ontmaagd worden door Margriet. Spannend. Ik ga het uitnemen, hè? Goed. Ja, laat u volledig gaan. Oké. Okay. Ik zie dat er ook een paar aan elkaar vastzitten. Ja. Soms, 2 aan elkaar. Is dat dan 1 koek? Dat telt als 1 koek. Oké, okay, dat is goed. Wel een klein beetje oppassen, want de vorm heeft soms wat scherpe randjes. Oké. Okay. En je moet zien dat je mond geen pijn doet. Ik ga daarop letten. Ik ga er al in nemen. Spannend. Fantastisch. En je zijn extra touch ook nog, hè? Ja.
Ik vind het echt lekker. Dat is eigenlijk eerlijk. Het is inderdaad, het is genoeg zandkoek. Ja. Om de donkere chocolade te compenseren. En ook, ik weet niet wat het is, dat je... Een beetje zout heb ik het gevoel. Ja. Zout, ja. Een klein beetje zout. Volgens mij zat die boter waarin dat gebakken is, er zit zo'n beetje zout in. Ja. En dat geeft een heerlijke bijsmaak. Dat is ook iets nieuws, zout bij chocolade. Ja. Dat is wat, dat, like, zo, iets dat je een paar jaar geleden nog niet zag en nu... Dat is echt een goede combo, dat is gelijk suiker bij spek. Ja. Maar stel, je denkt ook, wat? Heb je net suiker bij spek? Heb je dat nog nooit gedaan? Lucas, doe. Ik ga het nu doen. Ik ga het... Dat is echt waar, dat is fantastisch. Suiker op spek en dan? Ja, gewoon, je bakt je spek in de pan. Ja. En je zwiet er een klein beetje suiker bij. Gewoon witte kristalsuiker? Ja, mag. Mag kiezen. Wat je ook kunt doen is, dat even bakken in de pan, een klein beetje. Dan leg je dat in de oven en je doet er zo wat siroop over. Man. En dan laat hij in de oven bakken, dat is echt fantastisch. Fucking, dan een candy bacon. Dat is waanzin. Ook. Verslavend, hè? Ja, ik snap dat dit iets te gevaarlijk is om te blijven gaan. En het beste zijn ze in de frigo. Dat ze zo een klein beetje koud zijn, dan zit er nog meer crunch bij. Niet makkelijk in de zomer buiten op te eten. Nee, dat niet. Wel zijn. Maar kijk, voor een nadeel elke koek. Ik heb deze gekozen, de Margriet. Dank je wel om dat in mijn leven te introduceren. Graag. Fantastisch. Dan. En merci om hier aanwezig te zijn. Met veel plezier. Dat mag je hebben. Het is niet, dankjewel. Om op 2 minuten op te fijn. Ik noem het ook soms schuifkoek. Omdat je kunt dat dicht zo... Oké, en je zet het scheef schuin dat. Gewoon zo wat kunt. Laat maar komen, jongens. Oké. Dat is heerlijk. Zijn jullie alleen thuis? Of? Misschien. Oké, dat is goed. Ook als er bezoek is, wel. Geen schaamte. Fantastisch. Laat maar komen. William, merci voor je te zijn. Voilà. Graag tot de volgende keer.